De korpsleiding heeft een standpunt ingenomen om geregeld data van alle misdrijven en politionele zaken met de media te delen. En dat vertelde korpschef Brian Isaaks vandaag tijdens een persconferentie van de korpsleiding op het hoofdkwartier van de organisatie aan de Duisburglaan. De politiebaas stelt helemaal te begrijpen dat de media de data nodig heeft om de samenleving te informeren en dit daarom regelmatig zal worden prijsgegeven. Kijk, ten aanzien van de data, u kunt erop vertrouwen dat er daar een verbetering in komt. Ons standpunt als korpsleiding is dat de data, heel belangrijke informatie, statistieken, etc., die zullen gedeeld worden, periodiek, gevraagd, ongevraagd. Dat is een instrument om ook verantwoording af te leggen. De korpschef vertelde verder dat er heel hard wordt gewerkt aan het bestrijden van de harde criminaliteit. De korpsleiding is de afgelopen tijden zelf het veld ingetrokken om de manschappen te motiveren. En we staan continu als korpsleiding in overleg met het bevoegd gezag ten aanzien van de uitvoering. Ik zal u zeggen, die opvoering van die zichtbaarheid, het repressief optreden, maar ook een stukje doorzettingsvermogen van onze eenheden, onze medewerkers, die hebben geleid tot positieve resultaten. De politiebaas geeft verder aan de samenleving erkentelijk te zijn voor hun bijdrage in de vorm van informatie en tips. Deze informatie heeft vaak geholpen om zaken op te lossen en inzichten te geven hoe bepaalde misdrijven zich hebben afgespeeld.